bent dronken, hè? Maar hoe zit het nou? Ik zie het al. Jij bent dronken. Jij wou dus iets weten over alcohol. Daar kan ik je alles over vertellen. Ik ben namelijk de bakwaardespecialist. Ik begin ermee om natuurlijk eerst even te vertellen wat de bakwaarde nou eigenlijk is. De bakwaarde is het bloedalcoholconcentratie. Die kan je super mooi uitrekenen. Super, super mooi. Met een super mooie formule. Die ga ik je ook vertellen. Maar eerst ga ik je iets anders vertellen. Als je alcohol drinkt, gaat de alcohol in je lichaamsvocht omhoog. Dus je alcoholpercentage neemt toe. Maar het lichaam is er zo gemaakt dat die alcohol ook weer kan afbreken. Het verschil daarvan, dus het van het toenemen en het afnemen, bepaalt de bakwaarde. Die ga ik jou dus geven. Die bakwaarde is het aantal gram zuivere alcohol gedeeld door aantal liter alcohol absorberend lichaamsvocht min de afbraak. Ingewikkeld, maar het wordt nog veel ingewikkelder. Namelijk, bakwaarde heeft nog moeilijkere formule. De bakwaarde is namelijk de N, aantal glazen, keer het volume, keer het alcoholgehalte van de drank. Dus bier heeft een lager alcoholgehalte dan een sterke drank. Dus dat is ook heel erg belangrijk. Keer 8. En die 8 staat voor de dichtheid van alcohol. Deel door R keer M. R is een constante. De gemiddelde R voor mannen is 0,68. Maar vrouwen hebben op een of andere manier meer vet in hun lichaam. Dus is de R-waarde lager. En daarom is het 0,55. R doe je dan keer de massa van jou. Dus ben jij een vrouw, dan gebruik jij R 0,55. Ben je een man, dan gebruik je R 0,68. Keer de massa. Dus ben je 50 kilo, dan gebruik je 50 kilogram. En die gedeeld door som en de afbraak trek je daarvan af. Dus min afbraak. En de afbraak is T keer B. En T staat voor tijd. B is de afbraaksnelheid in gram per liter per uur. En de bakwaarde berekenen is super belangrijk. Want als jij een te hoge bakwaarde hebt, mag je dus niet meer rijden. Maar als je gewoon een goede bakwaarde hebt, dan kun je wel gewoon lekker rijden. Dat is natuurlijk super fijn. Maar let dus wel op, kinders, dat je even niet te veel alcohol drinkt. Er wordt niemand beter van. Drink gewoon even met mate. Dat is gewoon veel handiger voor iedereen. Ik wil vertellen over de synaps, hoe dat werkt en wat er precies verkeerd gaat als je alcohol drinkt. Hier zie je een synaps uitvergroot. Nou, je ziet hier dat je hebt hier de vertakking van de axon. En dat gaat over naar het presynaptisch membraan, waarna je een synapsplate ziet. En daarna vervolgens een postsynaptisch membraan. Nou, hier zie je nog iets in wat meer detail. Zoals je ziet, zie je dat de binnenkant van de axon, die is negatief, min 70 millivolt. En de buitenkant is positief. Nou ja, dan komt op een gegeven moment een actiepotentiaal. En dan zie je dat de binnenkant wordt dan positief en de buitenkant negatief. En als je uiteindelijk aankomt bij het uiteinde van de synaps, dan wordt door het actiepotentiaal wordt de binnenkant positief geladen en de buitenkant negatief, waardoor er calcium-ionen in de synaps terechtkomen, waardoor de neurotransmitters die voornamelijk uit GABA bestaan in synaptische blaasjes, dat die vrijkomen en met het presynaptisch membraan versmelten en vervolgens in de synapsplate terechtkomen. Vervolgens komen de neurotransmitters op de receptoren van het postsynaptisch membraan, waarna natriumpoorten opengaan, waardoor NA+ via het membraan naar binnen kan komen. En de binnenkant van het membraan wordt dan positief ten opzichte van de buitenkant. En daarna gaan de kaliumpoorten open, waarna kalium+ vanuit de buitenkant van het postsynaptisch membraan naar de synapsplate komen, waardoor het dendriet ten opzichte van de synapsplate negatief geladen wordt. Nou, hier op de animatie kun je zien hoe dat er in één keer uitziet. Nou, hier kun je dus in detail zien hoe het er precies aan toe gaat.
Je ziet hier dat de neurotransmitters nog in het synaptisch blaasje zitten en het versmelt straks met het presynaptisch membraan. Dat zie je hier gebeuren. Vervolgens zie je dat die neurotransmitters hun weg vinden naar de NA-plus poortjes, kanaaltjes, zodat die open kunnen. Dit heet depolarisatie. En nadat er een piek van 30 millivolt wordt bereikt, dan gaan de kaliumpoorten open en dan vindt er repolarisatie plaats en herstelt het systeem zich weer naar min 70 millivolt. Oké, maar waar gaat het nou verkeerd als je alcohol drinkt? Je ziet hier nog mooi de neurotransmitters in een synaptisch blaasje zitten. En vervolgens komen ze vrij in de synaptische spleet op weg naar hun NA-plus kanaaltjes. Echter zorgt alcohol ervoor dat die NA-plus kanaaltjes veel langer overblijven dan gewoonlijk. Daardoor duurt het dus langer voordat een signaal is overgebracht en wordt het signaal ook minder goed overgebracht. Dit is dus in feite wat er gebeurt als je alcohol drinkt. Welkom. Minder alert zijn in het verkeer is levensgevaarlijk. Zo reageer je op minder snel prikkels en is de kans groter dat er iets verkeerd gaat. Zoals een ongeluk. Dit heeft alles te maken met de reactietijd. Dit is de tijd tussen het waarnemen van de noodsituatie en het daadwerkelijk op de rem trappen. De afstand die we in deze tijd afleggen is de reactieafstand. Als deze reactieafstand groter wordt, wordt de stopafstand groter. Want de stopafstand is de remafstand met de reactieafstand bij elkaar opgeteld. Door alcohol wordt de reactieafstand langer en de stopafstand dus ook. Ik ga het nu hebben over de afbraak van alcohol. De afbraak van alcohol gaat in het grootste gedeelte in de lever. Dit gaat in 4 stappen. Als eerste wordt er van de alcohol, oftewel ethanol, ethanol gemaakt. Daarna wordt de ethanol omgezet in ethaanzuur. Dit ethaanzuur wordt via een enzym omgezet in geactiveerd ethaanzuur. En als laatste gaat het via de citroenzuurcyclus, wordt het afgebroken tot CO2 en H2O. Dit duurt ongeveer 1 uur tot 1,5 uur voordat je lichaam 1 glas alcohol heeft afgebroken. Je zou dus zeker 3 uur moeten wachten voordat je 2 à 3 glaasjes alcohol hebt afgebroken. Een tip om te zorgen dat je minder snel dronken wordt, is door veel te eten. Op een volle maag gaat de absorptie van alcohol minder snel. Maar een volle maag is eigenlijk alleen maar uitstel van executie. We schakelen nu over naar onze scheikundige Dario. Dario, kun je mij horen? Ja, ik kan je horen. Take it away. Hoi, ik ben dokter Dario vanuit de NSG Nijmegen, waar ik iets ga vertellen over standaardglazen. Weet jij eigenlijk wel hoeveel alcohol in jouw drankje zit? Niet elk drankje heeft namelijk hetzelfde alcoholpercentage. Daarom hebben we voor bepaalde drankjes standaardglazen. In één standaardglas zit ongeveer 10 gram pure alcohol. Dat is ongeveer zoveel. In één standaard glas bier van 5% zit ongeveer 250 centiliter drank en dat is ongeveer zoveel. In één standaard glas wijn van 12% zit echter maar 100 centiliter drank. Dus er zit niet evenveel vloeistof in, maar wel het evenveel aantal gram alcohol. Ook al verschillende hoeveelheden drank dus, blijft de hoeveelheid alcohol gelijk. Het is dus belangrijk dat je weet wat het alcoholpercentage is van je drankje. Dus dat je niet wodka uit een standaard glas bier gaat drinken.